Hey, ik ben Sam en vandaag gaan we vooral luisteren naar een review in plaats van kijken. Omdat het natuurlijk op YouTube staat, heb ik ook gezorgd voor wat fotomateriaal, zodat er ook wat te zien is. Maar vooral belangrijk is hoe de audio-kwaliteit in deze review is. Want vandaag kijken we naar de iRig Mic Cast. De iRig Mic Cast. We zeggen 10 keer snel en het gaat je niet lukken waarschijnlijk. Dit is een iOS-apparaatje, een iOS-microfoon. Ik Multimedia, die achter dit product zit, die hebben al verschillende mixers en microfoons en allerlei, de Amplitude en weet ik veel, allemaal uitgebracht. Maar dit is dus hun kleinste telg in de familie als het gaat om microfoons. Deze steek je boven in je iPad of iOS-apparaat, in mijn geval de iPad. En dan kan je audio op gaan nemen. Dus laten we eens verder kijken naar wat je erbij krijgt. In principe gewoon alleen dat kleine dingetje, de microfoon en een stand waar je je iPhone of iPad op kan zetten. Nu is het duidelijk dat dat ding eigenlijk voor de iPhone is ontwikkeld hoor, want het is niet heel stabiel voor de iPad. Maar goed, het is wel bruikbaar. Nou ja, de manier waarop het met het ding geadverteerd wordt en de achterkant van het doosje, moet je hier heldere en duidelijke audio-opnames mee kunnen maken. Met weinig geluid van de achtergrond, omdat het een directionele mic is. Dus een microfoon die maar één kant van het geluid opneemt en niet alles eromheen. Er is een high- en een low-gain setting, dus de gevoeligheid van de microfoon, die tafelding. En het is mogelijk om je oordopjes te verbinden om het geluid te monitoren. Dat is zeker belangrijk met een directionele microfoon met een high- en low-setting natuurlijk. Er wordt een app meegeleverd en dat noemen ze gratis. Maar die app is eigenlijk helemaal niet gratis. Dat zien we in een van de volgende foto's. Hier zien we nog eventjes het dingetje dat het een iPhone-app is die opgeblazen is. Maar hier komt het. Het is geen gratis app. Alle belangrijke applicaties of functionaliteiten zeg maar, die je van deze app zou willen gebruiken. Het uploaden van je muziek of van je audio-opname. Of zeg maar het op een hoge kwaliteit of zo hoog mogelijke kwaliteit uit de app krijgen. De waveform editen, al dat soort dingen moet je voor betalen. En als je alles in één keer wil kopen, is het 4 euro. Als je het apart koopt, is het 7,50 of zo. Hoe dan ook is het gewoon een pure schande. Want het is gewoon geen gratis app. En voor een apparaatje van 30 euro had het best gemogen. Ja, ik zei net al even dat het erg belangrijk is dat je oordopjes kunnen verbonden worden. Dan kan je zien dat er aan de zijkant een slot is, zodat je de audio kan monitoren. Het probleem is alleen dat dat ondersteund moet worden door de app die je wil gebruiken. Nu is dat zo'n beetje de enige functionaliteit die wel ondersteund wordt in die gratis app. Maar ik ben nog geen andere app tegengekomen waar het ook in werkt. En ik heb een hoop video en foto en onzin apps op het ding staan. En dus is het audio monitoren niet echt makkelijk te realiseren. En dat is toch een probleem, omdat je dan veel moet oefenen, zeg maar, om te zorgen dat je weet wanneer je high en low moet gebruiken. En vanaf welke kant het nou echt precies opkomt, hoe je je microfoontje moet draaien. Dus het is iets om heel erg goed rekening mee te houden, dat monitoren eigenlijk een beetje een wasseneus is. Nou, tot nu toe heb je naar deze review geluisterd, vooral op de low setting van de microfoon. Ik zit op dit moment lekker op de bank en de iPad ligt op schoot, waaronder ik ondertussen zeg maar met iMovie aan het kloten ben en deze review aan het inspreken ben. Hij staat dus op low setting en we gaan in het volgende stukje gaan we hem op high zetten en naar het verschil luisteren. Oké, en vanaf nu staat hij dus op de high setting. In eerdere tests die ik heb gedaan is er een duidelijke ruis of een brom te horen. Ik weet niet precies wat daar de reden van is, maar je hoort dus een geluidje extra. Maar ook meer achtergrondgeluiden en bijvoorbeeld buiten is het hier heel gevoelig voor wind en dat soort dingen. Dan wordt het snel overstuurd of in ieder geval dan hoor je niks meer. Ja, in principe probeer ik even hard te praten als ik net deed. De iPad ligt nog precies op dezelfde manier op schoot. En op deze manier moet je hopelijk het verschil tussen de high en de low setting kunnen horen. In het volgende stukje gaan we kijken naar de ingebouwde microfoon van de iPad. En met kijken bedoel ik natuurlijk luisteren. Maar dit is het geluid wat de ingebouwde microfoon van de iPad oppakt. Ook hier ligt de iPad nog steeds op dezelfde manier op schoot. Ik probeer op hetzelfde volume te praten en er staat nog steeds wind en de deuren klapperen een klein beetje door de wind en er zijn nog steeds kinderen aan het buiten spelen. Ik weet niet hoeveel meer van dat geluid wordt opgepakt. Dat kan ik pas horen nadat ik deze audio recording op stop zet. Maar dit was dus het geluid van de ingebouwde microfoon op de iPad 3.
Zo, en weer terug naar de Eirik Mike kast op de low gain, zeg maar, waar de rest ook van deze review voornamelijk mee is ingesproken. Al met al, €31. Ik heb hem gekocht bij bak-shop.nl. Dat was volgens mij de enige plek waar ik hem zo snel kon vinden, waar ze hem ook snel konden leveren. Is het €31 betere audio-kwaliteit? Ik ben bang dat ik niet goed genoeg ben om dat in te schatten. Ik ga de komende tijd nog wat testen doen, maar ik denk dat het op deze setting voor mij in veel situaties nog best bruikbaar kan zijn. Ook interessant is om nog even te zeggen dat je op deze foto duidelijk kan zien dat er wat extra ruimte is bij de connector, zodat het goed te gebruiken is met andere cases en hoesjes van je iPhone of je iPad. Ik heb hier ook nog een wat beroerde foto om te laten zien dat de microfoon in de bescherming in het midden zweeft. En dit is dan zeg maar de afsluitende foto, want dit was gewoon een deel van mijn conclusie. Ik weet nog niet heel erg wat ik van dit apparaat vind. Ik denk dat de audio-kwaliteit met veel oefenen en uitvogelen, dat je daar best bruikbare resultaten mee kan behalen. Ik moet nog wel wat testen met de high en de low gain en hoe dat zit met die ruis en al dat soort dingen. Maar goed, in eerste instantie ben ik nog wat terughoudend. Ik denk niet dat dit een aanrader is. Dit was een review van de Eirik Mike kast. Ik ben Sam en dit was een review voor Tablets Magazine. Hou de site in de gaten, tabletsmagazine.nl, en neem een abonnement op ons YouTube kanaal om meer reviews van tablets en tablets accessoires te zien. Tot de volgende keer.